temperatuur en het deeltjesmodel. Aan het eind van deze les moet je kunnen uitleggen wat de gasdruk is, hoe die kan veranderen, en uitleggen dat het absolute nulpunt, min 273 graden Celsius, is, en hoe je kunt omrekenen van Celsius naar Kelvin en omgekeerd. Nou, hier is een vlam onder dit glas. En dit is de druk in Pascal. Hier is de temperatuur. Als we nu de temperatuur verlagen door de vlam uit te zetten en er ijs bij te doen, valt op dat de druk lager wordt. Dus bij een lagere temperatuur wordt de druk lager. En dat komt omdat de moleculen hier langzamer gaan bewegen en dus minder botsingen met de wand hebben. Nou, gasdruk en lage temperatuur. Dus wat ik net heb uitgelegd, bij het afkoelen van gas gaan de moleculen langzamer bewegen. Je kunt de temperatuur niet onbeperkt verlagen, want bij een bepaalde temperatuur staan alle moleculen stil. Het gas kan dan geen druk meer uitoefenen. Hoe zit dat? Hier staat de druk in kilopascal, hier de temperatuur in graden Celsius. En hier hebben we een hoge temperatuur bij die gasfles. En zie je dus ook een hoge druk. Als ik nu de temperatuur verlaag, ijs eronder, lagere temperatuur, zie je dat je een lagere druk hebt. Als je nou nog veel kouder maakt, tot min 273 graden Celsius, dan staan alle moleculen stil, zijn er geen botsingen meer en dan zie je dat de druk 0 kilopascal is. Dus het kan niet kouder dan min 273 graden Celsius worden en de druk is dan 0 kilopascal. Nou, hoe zit het met de Kelvinschaal? William Thomson, dat was een Britse natuurkundige, die werd later tot edelman verheven. En hij kreeg toen de titel Lord Kelvin. Nou, eerst had je Celsius, die had smeltend ijs 0 graden Celsius, kokend water 100. Maar dat is handiger als je natuurlijk de laagste waarde 0 noemt. Dan krijg je in formules nooit negatieve getallen, want dat deed Kelvin. Hij zei de laagste waarde, die noem ik gewoon 0. En 0 Kelvin is dan min 273 graden Celsius. Als je dat moet omrekenen, weet je dus dat je getal in Kelvin altijd positief is en 273 meer. Dus je Kelvin is 273 meer dan je Celsius. En je Celsius is 273 minder. Nou, reken deze om. 20 graden Celsius moet hier staan, is hoeveel Kelvin. 50 Kelvin is hoeveel Celsius. En deze nog. Nou, 20 graden Celsius is hoeveel Kelvin? Kelvin was 273 meer, dus die tel je erbij op. Celsius was 273 minder. Maar let op, hier hebben we min 274 graden Celsius. En dat kan niet, want dat is lager dan het absolute nulpunt. Dus die bestaat niet. Nou, wat we nu gaan doen is even een samenvatting aan de hand van een simulatie. Even kijken. Hier is een pomp. Hier is een vat met allemaal moleculen. Eens kijken wat er dan gebeurt als ik het pompje ga duwen. Komen er meer moleculen in de ruimte. En wat dan dadelijk zal gebeuren, je ziet daar een drukmeter, is dat die druk gaat toenemen. Ja, de druk neemt al toe, er zijn meer botsingen op de wand. Als ik nu warmer maak, een vlammetje, dan zien we de druk ook toenemen. Dus de moleculen gaan nu harder bewegen, botsen harder tegen de wand en de druk neemt toe. Dus een hogere temperatuur, hogere druk, meer moleculen, hogere druk. Ik heb misschien nog het volume kleiner maken, kijk of dat kan. Ja, kijken wat nu gebeurt met de druk. Die neemt natuurlijk ook toe, omdat er meer botsingen zijn in dezelfde tijd. Dus je kunt op drie manieren de druk groter maken, te groot zelfs. Meer moleculen erin, hogere temperatuur en je volume kleiner maken.